Goeiedag dames en heren, vandaag een nieuwe video. We gaan vandaag de Frailea gaan we in de grond zetten in een terracotta schaal. Ik ga je bij deze laten zien hoe ik dat doe en waar je op moet letten. Om te beginnen gaan we eerst de Frailea erbij pakken. We hebben namelijk twee soorten. Ik ga je ze allebei laten zien. We hebben namelijk de Frailea castanea. Dat is een Europese dwerg, of een echte dwergcactus. En we hebben de Frailea grisillima. Dus welke gaan we doen? Ik kies voor deze. Nou, daar hebben we drie stuks van. 1, 2 en 3. Wij zien hier drie stuks Frailea grisillima. En die gaan we nu in een terracotta schaal zetten. Met verse grond. Om te beginnen heb je de plantjes nodig. De aarde die maken we los. De aarde maken we los door de zak af en toe een draaiende beweging over de grond te slaan. Dan zorg je ervoor dat alles los komt. Al deze aarde heeft op pellets gelegen. En op pellet gehaald. Ja, als je een pellet hebt gelegen, dan is je helemaal aangedrukt en geslonken en gedaan. Helemaal geperst toch, omdat er heel veel gewicht op ligt. Nu gaan we hem openmaken. En dan hebben wij een mesje. Hoppa, zo. En de andere kant. Zo, nu hebben wij hier hele losse, voedzame aarde. We zien hier... Echte universele potgrond, 20 liter van de supermarkt. Dat is dus hele voedzame, luchtige grond, wat heel goed is en goed resulteert bij met cactussen samen in combi met brekenzand. Nou, dan zetten we hem even aan de kant. Wel zo dat hij blijft staan. Hier zo, dames en heren, hebben wij een terracotta schaal. Die is niet zo diep, dus hij is heel ondiep, maar meer de breedte in. En is van terracotta, dat houdt in dat dat makkelijker water wegneemt bij de grond. Want terracotta schalen ademen grond, of ademen vocht namelijk. Dus als je water geeft en je laat hem droog worden na een tijdje, en je geeft hem weer water, dan is de schaal ook hetgene die heel veel water opneemt. Vooral in een plantenkuis. Nou, we hebben dus een schaal. Dan hebben we nodig, jawel, echte potscherven. Nou, potscherven hebben we er hierheen. Is meer dan genoeg. Zo, we hebben hier een potscherf. Dat is gewoon een oude pot geweest. We zien een gat onderin in de pot. Dat zorgt ervoor dat er afwatering bestaat. Ideaal als het gaat om terracotta schalen. Met een heel klein gaatje is meer dan genoeg. We halen nu de sticker er vanaf. Want ik heb hem gekocht namelijk bij het tuincentrum in Lelystad. Intratuin genaamd. Dat is een prachtige winkel als je wil shoppen voor je planten. Maar ook de enige eigenlijk in de lokale omgeving. En dan heb je die pot. Hier staat dat. Dan heb je die pot en dan heb je dat gat. Dan dek je dat gat dek je af met de scherf. Wat je nu gaat doen, is eigenlijk grond aanmengen. Grond aanmengen. Dan hebben we een bak nodig. Een bak nodig. We hebben hier een prachtige bak. Daar doen we wat grond in. Ik zal het even wat verder schuiven. Zo. Dan pakken we twee handjes op één grote van deze. Maak er liever te veel grond aan dan te weinig, want de oude grond die overhoudt kun je ook weer toepassen voor andere doeleinden. Wat ideaal vaak is voor stekken, omdat stekken graag op losse grond staan. Dan heb je hier de bak met aarde en nu de brekenzand. Voorzichtig die pot opzij. Die zak weegt 25 kilo, dus dat weegt wel wat. En ook hier pakken we een hele hand van. Ook twee van die volle handjes. En dan vermengen we met deze aarde. Elke keer, als je het dus wil aanmaken, vermeng je het met universele potgrond of brekenzand naar de gewenste sterkte. Die brekenzand zorgt er namelijk voor dat er een goede afwatering komt te staan. Dus dat houdt in dat de planten niet met natte voeten komen. En dat is toch wel erg belangrijk. Dit zijn echte Mexicaanse cactussen. En die houden natuurlijk niet van hele droge grond, maar ook niet hele natte grond. Zullen af en toe een klein slokje water is meer dan voldoende. En nu zien we hier een grondmengsel
speciaal bedoeld voor de Freilea castanea. Maar dat kan ook voor andere kaktussen gemaakt worden. Ik maak namelijk op deze manier mijn eigen grond. Dus als je dan de grondsamenstelling hebt, heb je de schaal nodig. De schaal hadden we hier. We hebben natuurlijk een schaal met... neem mij niet kwalijk. Dan moeten we even deze aan de kant. Zo. Blijf staan. Jij aan de kant. Blijf staan. Zo, nu hebben wij weer wat ruimte om wat te doen. Dan hebben we hier de bak. Met de pot en de scherf. Dan heb je natuurlijk de bodem. Het kan handig wezen om onderop sowieso een scherfje te leggen. Maar dat kan ook een gaasje wezen. Het mag namelijk ook een gaasje wezen. Nou, dan heb je de pot. En dan vul je hem eerst met grond. Hartstikke idee. Ik zie al dat ik te weinig grond heb vermoedelijk. Nou, dan heb je dus zo die schaal gevuld. Wil je nog een handje erbovenop? Want dat slinkt nog aardig in. Dan pakken we nu de cactussen. Ik vermoed dat ik te weinig grond heb. Maar de toplaag doen we nog met brekersand. Want dat is namelijk een echte woestijnsoort. En een echte warmteliefhebbende soort. En die houdt van brekersand aan de oppervlakte. Dat haalt ook vocht weg bij de plant. Zo. Als je eens zo'n plantje hebt, dan heb je namelijk een heel wortelstelsel. Je dient de kluit te controleren op bluizen. Als je rare witte plekjes ziet, moet je het behandelen. Nu gaan we natuurlijk de aarde een beetje weghalen van de plant, zodat enkel wortels over komt te staan. Zo min mogelijk aarde gebruiken in een nieuwe pot. Dat is ten alle tijde het beste. We doen dat heel voorzichtig. De wortels zijn heel kwetsbaar natuurlijk. Dus we willen hem zo zuiver mogelijk in de pot plaatsen. Zo. Nu hebben we dus het kluitje hebben wij losgemaakt. Dit is het resultaat. We zien hier een dikke pinwortel. Dus dat is een mooie cactus. Die gaat hier zo om me nabij. Maar ik ga ze eerst allemaal uit de pot halen. En dan maak ik ze allemaal los, zoals dat ik met die ene deed. We zorgen er dus voor dat we zoveel mogelijk oude aarde weghalen. Want dat kan parasieten en plagen meegeven in de nieuwe grond. Dus, kijk, heel klein stekje, schattig. Dus we zorgen ervoor dat alle aarde zoveel mogelijk weg is. Want dan kan die ook zich beter wortelen en hechten aan de grond. Dat is ook wel grappig. En dit is een, zoals ik zei, een warmteminnende plant. We gaan hem in een terracotta zetten. Je ziet, dat zijn niet hele grote plantjes. Hij komt in een hele grote pot. Dus ze kunnen ze flink aan leven en wortelen. En daar naartoe gaan waar hun willen. Dat is ook wel van belang. Want je wil een cactus natuurlijk zo... natuurlijk mogelijk houden, hè? Dus we zorgen ervoor nu dat de aarde zoveel mogelijk bij de plant weg is. Zo. Hoppa. Nu hebben we dus drie plantjes. Ik ga het je laten zien. Die even vermengen. Zo. Hoppa. Dat is hier. 1, 2, 3, 4. En hier nog een paar. Deze. Oh, hij viel er zomaar af. Hij viel er zomaar af. Maar dat kan geen kwaad, dat kan geen kwaad. Hij groeit gewoon terug. Zo, die doen we zo. Dan doen we eerst nog deze aarde erbovenop. Want ik geloof dat ik iets te weinig aarde heb. Nu we ze geplant hebben, geven we ze de eerste tijd geen water. En waarom? Omdat in de aarde zit genoeg vocht. Meer dan lang genoeg om de plant te voorzien van vochtbehoefte. Een verse grond bevat altijd een beetje, een beetje vocht. Nou, nu is het geval. We drukken het heel zachtjes aan. Zo. Zo doen we dat. Voor hele volle bossen. Dankjewel dames en heren voor het bekijken van mijn video. Vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechts onder een beeld op het belletje te drukken. Zodat je up-to-date blijft voor mijn nieuwste video's. Namens je, adios amigos.